Diederik Roest is geïnteresseerd in de wiskundige eigenschappen van de snaartheorie. Zo onderzoekt hij hoe waarnemingen op de allergrootste afstandsschalen aanwijzingen kunnen opleveren om deze theorie te onderbouwen. Hij is dus nieuwsgierig naar de meetresultaten van de Planck-satelliet die mogelijk aanwijzingen bevatten dat de snaartheorie inderdaad een rol speelt in de natuur. Goedemiddag, laat ik me eerst netjes voorstellen. Diederik Roest, ik ben inderdaad theoretisch natuurkundige en cosmoloog. Het grensverliggende in ons onderzoek is dat wij proberen een beschrijving te vinden voor het hele heelal. Nou, hoe gaat dat in zijn werk? Zult u zich afvragen? Ik hoor inderdaad al sceptisch gelach, heel goed. Het heelal op dit moment is natuurlijk ontzaglijk groot. Zo'n beetje. Ontzettend groot. Echter, als we terug in de tijd gaan, blijkt het heelal steeds kleiner te zijn geweest. En we geloven dat als we maar ver genoeg terug in de tijd zijn gaan, dat het heelal tot een enkel puntdeeltje is samengeperst. Toen is er iets heel bijzonders gebeurd, de zogeheten oerknal. En vanuit dat ontzettend kleine puntdeeltje is het hele huidige heelal gegroeid. Nou, wij als theoretici hebben een prachtige theorie ontwikkeld voor hoe die oerknal in zijn werk moet zijn gegaan. En eigenlijk hoe zich die theorie heet inflatie en hoe u zich inflatie kunt voorstellen, is eigenlijk als een stucadoor. Wat inflatie doet, is die neemt het hele vroege heelal en strijkt dat volledig glad. Dus we eindigen met tijdens de inflatie, de eerste seconde na de oerknal, beginnen we met een prachtig vlak heelal. Maar over dat vlakke heelal zijn hele kleine fluctuaties, kwantumfluctuaties, uitgestrooid. En het idee van inflatie is dat die kwantumfluctuaties in den beginnen zijn gaan groeien, steeds sterker, steeds geprononceerder zijn geworden. En 14 miljard jaar later, vandaag, 20 maart, alle structuren in het huidige heelal hebben gevormd. Dus alle sterrenstelsels, clusters, superclusters die we zien in het huidige heelal zijn allemaal terug te voeren op die kwantumfluctuaties de allereerste seconde na de oerknal. 14 miljard jaar geleden. Nou, zult u natuurlijk zeggen, prachtig, en duidelijk een theoreticus aan het woord. Hoe gaan we dat testen? Ook dat blijkt mogelijk. Het blijkt dat in het huidige heelal nog steeds sporen terug te vinden zijn van die oerknal. En van de kwantumfluctuaties tijdens de oerknal. En het doet mij bijzonder veel deugd dat ik vandaag u kan melden dat uitgerekend deze week het doorslaggevende bewijs is geleverd voor dat idee. We hebben inderdaad restanten gezien van de kwantumfluctuaties tijdens die allereerste seconde na de oerknal. Dus in zekere zin hebben we deze week het raadsel van het heelal opgelost. Nou, u kunt zich voorstellen dat het was natuurlijk groot nieuws binnen de kosmologie. Maar ook voor de theoretische natuurkunde is dit van groot belang. Want de theoretische natuurkunde die probeert de natuurkunde en de wetten van de natuur op allerlei schalen te begrijpen. Waaronder hele kleine afstandsschalen. En omdat het heelal tijdens die allereerste seconde na de oerknal zo ontzettend klein was, leren we ook iets over de natuurkunde van hele korte afstandsschalen. Dus dat is het grensverleggen en eigenlijk het hele paradoxale aan ons onderzoek. Door naar het allergrootste te kijken, het heelal, leren we iets over het allerkleinste afstanden. Dank u wel.